Cornelissen Eiland is het stukje waar we ons nu bevinden, naast de kerk van de Nazarener. Gelegen tussen de bestaande wijk Cornelissen en het Zuiderpark. En we hebben hier plannen gemaakt om de komende jaren 500 woningen te gaan realiseren. Waarbij we ook de voorzieningen behouden. Twee scholen die er nog zijn, Chameleon en de Elisabethschool. En vandaag zijn we op een inloopbijeenkomst om de buurt te informeren over onze plannen. En waarbij we hun tevens willen vragen wat ze ervan vinden en of ze nog ideeën hebben over bijvoorbeeld behoud van groen. Nou ja, voor jezelf een beetje in te lichten wat er allemaal gaat gebeuren in de wijk. Het plan is ontstaan een aantal jaar geleden. Waarbij we dachten, nou ja, de bestaande wijk Cornelissen. Daar, wat wij daar zien is dat veel mensen die daar wooncarrière willen maken, geen plek vinden. Die verlaten de wijk, die verlaten Rotterdam-Zuid. Dat is nou precies wat we eigenlijk niet willen. Dat is ook een van de doelstellingen van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Die zegt, we willen eigenlijk Rotterdam-Zuid sterker maken. En een van de pijlers is daarbij het wonen. En door te zorgen voor geschikte woningen voor die doelgroep, proberen we hen te behouden in de wijk. Ik zou hier een beetje last van hebben, maar die wordt lager. Die wordt lager, 11 verdiepingen. En dat bevalt u beter, dat die lager wordt? Ja, hij had de zon weggenomen 's morgens. Ja. En hier komt de zon op, ja. Had ik daar last van gehad. Wat vindt u nou als bewoner van Cornelissen van de voorlichting van deze plannen? Nou, prima. Ja? Iedere keer word ik goed op de hoogte gehouden met informatie. Hè? Ja. Nou, dit is ook heel, heel duidelijk allemaal. Het worden 500 woningen in een mix van sociaal, betaalbaar, maar ook een deel hoger en topsegment, zodat er voor ieder wat wil zit straks. Helemaal af is denk ik ergens 2030. We zijn nu nog behoorlijk bezig met de planvorming. Het bestemmingsplan gaat, als het goed is, begin januari ter inzage. Daar kunnen mensen ook inspraak op maken. En als het bestemmingsplan eenmaal vigerend is, dan kunnen we aan de slag. Maar we verwachten ergens in 2023 te kunnen starten. Nee, sorry, ik zeg het verkeerd. 2024 te kunnen starten met bouwrijp maken en bouwen van de eerste kavels. En er zullen ook een aantal zijn. Kijk hoe groter je gaat. Ja, ja, ja. Puur interessant om het mee te krijgen, allemaal wat ze van plan zijn. Wij zijn zelf een van de bewoners die al ruim 40 jaar, 45 jaar in Sjaloos wonen. En dit is gewoon een uitgangspunt. Dat moeten ze gewoon doorzetten, gewoon klaar uit.